Hallo, goedemorgen. Het is vandaag woensdag en we beginnen de dag met een ratslag. Yeah. Woehoe, perfect. Wij zijn als enige al wakker en we gaan even Dexy uitlaten hier in het mooie Central Park. Bart is ook weer wakker, maar die is nog niet uit bed. Nee, nog niet uit bed. We gaan naar Aquamundo. Sowieso weer naar Aquamundo en we gaan even heerlijk ontbijten straks, hè? Ja. Het is te hopen dat het zonnetje vandaag een beetje doorkomt. Maar ja, het is in ieder geval droog nu. Gisteren heeft het de hele dag geregend, hè? Ja, maar ja, we waren er ook niet de hele dag gisteren. En eigenlijk is het ook niet zo heel erg, die regen. Want het tikt zo lekker op dat huisje. En eigenlijk is dat wel heel gezellig. Bart heeft natuurlijk weer gewoon zijn auto laten staan. In verband met de parkorde en plaatselijke veiligheid verzoeken wij u vriendelijk, doch dringend, uw auto spoedig mogelijk op de aangegeven parkeerplekken te stallen. Dit ziet er toch niet uit, jongens, deze huisjes. Het is echt een beetje triest. Maar goed, Jola vindt het leuk. We hebben weer bezoek. Hey. Deze die kost 80 cent per stuk. Hm? Ja, maar dan krijg je ook wel wat. Ja. Wat een snoep, hè? Oh, wow. Wie is het? Ja. Wat vindt Jola het lekkerst van al deze snoepjes? Wat, als je er één mocht kiezen, welke zou je dan kiezen? Ik twijfel tussen deze twee, maar die twee sowieso niet. Die? Ik zou kiezen die. Ik vind deze heel lekker. Ja, maar je mag er maar één kiezen. Ik als vind je deze heel lekker. Die? Ja, die zijn super lekker. Okay. Die vind ik ook heel lekker. En die zijn ook heel lekker. Ook heel lekker. Die. Oh ja, die ook, ja. En kikkertjes. Oh, maar deze vind ik ook heel lekker. En die ook trouwens. Oh, kersen. Ook, wat voor Bart. Haha. Deze. Eigenlijk moest er nog een luchtsensor ook aan zitten. Hè? Ja, dat heb ik al vaker gezegd in mijn video's. Van, oh mensen, dit moeten jullie echt ruiken. We gaan naar Aquamundo met alleen mama. Net uit het zwembad. Sorry voor hoe ik eruit zie. Maar ik wilde even laten zien. Het zonnetje shined. Ja, het daarom zonnetje. Krijg ik een ijsje. Ja, want ik had beloofd als het zonnetje gaat schijnen, dan krijg je een ijsje. We gaan even een kijkje nemen bij de speelhal. Oftewel de Action Factory. Kijk hoor. Action. Nee, hier kan je klimmen en zo. Op deze toren. Ja. Dit is ook wel super gaaf hoor. Want dan kun je dus met deze kabel kun je helemaal naar de overkant. Dat is wel cool. Maar dat had ik al gecheckt. Dan moet je wel 8 zijn. Hi, zo zijn we bijna even groot. Kunnen we eindelijk een beetje handig vloggen. Ja. Deze stoeltjes. Ja. Ja. Maar oké, ga mijn handen wassen en dan even echt die Action Factory. Even sleutel af. Bart heeft weer eens pannenkoeken gebakken. Pannenkoekenbaas. Poederzaak. Poederbaas. Oh. Hey, we zijn weer terug bij de Action Factory. Zie je dat bedoel, jongen? Wel vet. Maar dat ziet er veel vetter uit dan als je het echt ziet. Ja, we komen nu van de andere kant, joh.
Ja. Daar. Zat op een tak en er zat boven eentje bovenop. En die, dat vrouwtje dat bewoog over dat blad en om die vent af te schudden. En hij bleef maar eraf zitten. Okay. Het is een heel leuk filmpje geworden. Hmm. Lieve heersbeestjes die de liefde drijven. We zijn weer terug bij het huisje, bij de bunker. Vanuit dit heerlijke Centerparks huisje met chocola. En ons familietje zeg ik jullie alvast eventjes gedag en bedankt voor het kijken voor vandaag. En Jola roept weer. Jola roept ook. Wat nu weer? Het is al 10:30. Jola die was bang voor insecten. Dus daarom schreeuwde ze het uit. Nee, bacteriën noemt ze het. Maar anyway, ik was gedag aan het zeggen. Dus dankjewel voor het kijken nogmaals. En tot morgen vanuit het Centerparks. Weer in het Centerparks. En vergeet niet te abonneren. Dat kan hier. Of een duimpje doei. Als je de video leuk vond. Doei! 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 Doei!